Hallo, wat goed dat je kijkt. Ik ben Tim Koetske, ik ben NLP-hypnosecoach. En in deze serie korte video's ga ik je alles vertellen over spreekangst. En in deze eerste video ga ik het hebben over wat spreekangst is, wanneer het zich voordoet en wat de verschijnselen ervan zijn. Ieder mens heeft, zeker als hij het nog nooit zoveel gedaan heeft, wat zenuwen op het moment dat hij voor een groep mensen moet gaan spreken of als hij in het middelpunt van de aandacht staat. Dat is heel erg normaal. Maar dat kan dus ook heel positief werken. Je kan door die extra spanning, die adrenaline, kan je bepaalde extra energie hebben, bepaalde extra alertheid die jou kan gaan helpen om eigenlijk beter te functioneren, beter te presenteren of wat het dan ook maar mag zijn wat je aan het doen bent. Er is sprake van spreekangst op het moment dat die zenuwen, die spanning, averechts, oftewel verlammend en beperkend gaan werken. Oftewel, als die spanning dus negatief gaat uitwerken, zodat je dus minder goed kan presenteren. Of misschien in extreme gevallen zelfs helemaal niet in staat bent om je verhaal neer te zetten. Het is per persoon verschillend, maar spreekangst kan zich uiten in kortademigheid, trillen, hartkloppingen, blozen, het heel warm of juist heel koud krijgen, een droge mond of een combinatie van een aantal van deze verschijnselen. En in extreme gevallen kan er zelfs sprake zijn van misselijkheid, blackouts of een paniekaanval. En als je last hebt van spreekangst, kunnen zulke verschijnselen zich voordoen als je een presentatie moet geven. Maar ook je zegje doen tijdens een vergadering of tijdens een voorstelrondje of misschien bij een feestje kan bij een hoop mensen gepaard gaan met spannings- en angstgevoelens. Trillen, blozen, stamelen is al het laatste waar je op staat te wachten op het moment dat alle ogen op je gericht zijn en je in het middelpunt van de aandacht staat. Spreekangst kan dus zijn van een stukje stress en spanning wat je ervaart, en dat is onaangenaam, dat is eigenlijk een beetje pijnlijk, maar je slaat je er nog net doorheen, tot een angst en een spanning die zo heftig is dat je echt niet meer in staat bent om op een normale manier je verhaal te kunnen doen. De angst voor die heftige angstreactie kan dan ook zorgen voor spanning en onrust vooraf, dagen of zelfs weken voordat het spreekmoment er daadwerkelijk is. En zeker als je een aantal van die dramamomenten hebt meegemaakt, is het alleen maar menselijk om te gaan stressen als er weer zo'n spreekmoment aankomt. In de volgende video ga ik het hebben over hoe sprekenangst ontstaat. Ik zie je daar.